In het diepste geheim is vanmorgen de VVV Rob de Bes Award uit de zwaar beveiligde kluis gehaald. Met de grootste zorg is de meest begeerde prijs in de toeristische sector vervoerd naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Terwijl de VVV Rob de Bes Award zijn voorlopige eindstation heeft bereikt, is het de hoogste tijd om de 5 kanshebbers op deze prestigieuze prijs aan u voor te stellen. Voor de eerste genomineerde gaan we naar Dordrecht. In het voormalig tehuis voor zieke geesten zijn tegenwoordig de kunstwerken te bewonderen van creatieve geesten. Het Dordrechts Museum herbergt meer dan 400 schilderijen, variërend van de oude meesters uit de Gouden Eeuw tot moderne kunstenaars en van hele grote tot hele kleine werken. De kunstliefhebber kan op de website of in het museum zelf een profiel samenstellen, gebaseerd op interesses als mode, natuur, techniek en geschiedenis. De digitale museumgids stippelt vervolgens een persoonlijke route uit die via touchscreens in de zalen of de eigen smartphone is te volgen. Zo word je op de hoogte gebracht van de verhalen achter de schilderijen. Het gebruik van de moderne techniek is soms tot kunst verheven. Zo wordt het schilderij De Luistervink van Nicolaas Maas verbeeld in 3D en leent het doek De Dordtse Vierling zich voor een digitaal spelletje Zoek de 5 verschillen. Het Dordrechts Museum is verder uitgerust met een cadeauwinkel, een hippe loungebar en een restaurant waar het eten uit de kunst is. Het is voor directeur Peter Schoon dan ook een koud kunstje om toe te lichten waarom zijn museum de VVV Rob de Bes Award 2011 verdient. Een ontmoetingsplek waar iedereen graag binnenloopt en waar altijd wat te beleven valt. Dat is het Dordrechts Museum. Een museum met een goed restaurant, een prachtige tuin en een winkel met bijzondere cadeaus. Maar bovenal een plek om te genieten van kunst. Dat kan met mijn Dordrechts Museum. De digitale museumgids op maat. Zo ontdekt u elke keer wat nieuws. En voor de volgende genomineerden gaan we naar Saskia, Alex, Thias en Geert. De 4 kennen elkaar nog niet, maar vandaag komt daar verandering in. Via twijner.nl hebben deze fervente twitteraars een dinerafspraak gemaakt en zullen ze elkaar in restaurant Xander's Bazaar voor het eerst in levende lijven ontmoeten. Goedenavond, ik ben Geert. Hallo, ik ben Saskia. Een tikkeltje nerveus schudden ze elkaar nog de hand, maar als de wijn op tafel komt, is het ijs gebroken. Saskia geniet met volle teugen van haar gezelschap en Thias zet zijn taart van kippenlever direct op Twitter. Zo koppelt twijner.nl wekelijks vele onbekenden aan elkaar. Het mes snijdt aan 2 kanten. Het etentje levert de Twijners een nieuw netwerk op en het restaurant nieuwe gasten. Momenteel zijn er verspreid door het hele land 40 netwerktafels te reserveren. Twijner.nl is volgens bedenker Bob Hoogstra een concept om je vingers bij af te likken. Twijner is een uniek concept waarbij wij verbinding maken tussen social media en het ontmoeten van mensen. Uit eten is bij uitstek een sociale aangelegenheid. En daarom vinden wij dat wij de VVV Rob de Bes Award moeten winnen. En voor de volgende genomineerden nemen we de veerboot naar Texel. We kennen het prachtige Waddeneiland natuurlijk van de markante vuurtoren, de schitterende natuur en de schattige zeehondjes. Maar het eiland heeft veel meer te bieden. En daarom heeft een aantal ondernemende Tesselaars de handen ineengeslagen. Onder de noemer Zo Tessels laten authentieke Tesselaars hun gasten de meest bijzondere plekken van het eiland zien. Boerin Marieke bijvoorbeeld. Zij neemt haar campinggasten maar wat graag mee voor een ritje op haar trekker. Niet alleen om ze een frisse neus te laten halen, maar ook om kersverse bramen te gaan plukken om er jam van te maken. Theo laat zijn gasten kennis maken met het leven als jutter en toont trots zijn bijzondere vondsten. Piet en Ina staan te popelen om hun gasten te ontvangen in het Tesselse joertverblijf. En daarnaast kan Ina alles vertellen over de fijne kneepjes van het schapenvachtfilter. En houdt Piet met zijn gitaar en Tessels timbre de stemming erin.
Blow into my face with scorn, but it's not that way I wasn't born to lose you. U hoort het. Piet kan zo door naar de finale van de Voice of Texel. En voor de finale van de VVV Rob de Bes Award is het slotakkoord voor de zo Texelse gastvrouw Trinet Hin. Door zo Texels ben ik met andere ogen naar het eiland Texel gaan kijken. En wat voor ons zo gewoon is, is voor de gasten heel bijzonder. Dat komt omdat authentieke, originele, eigenzinnige Texelaars je meenemen naar hun Texelse wereld. En daar hun Texels verhalen vertellen. Dat zorgt ervoor dat je als gast een unieke ervaring meemaakt. En dat is tegenwoordig waar het om gaat. En van de volgende genomineerden hebben we al beeld, maar we wachten nog even op geluid. 1, 2, 3. Hartelijk welkom hier bij Beeld en Geluid. Jullie krijgen vandaag een... Voor elkaar. We hebben verbinding en stappen nu rechtstreeks de belevingswereld binnen van de Beeld en Geluid Experience in Hilversum. In het beeldschone gebouw duiken bezoekers in de wereld van radio en tv. Unieke beelden en geluiden uit heden en verleden zorgen voor de ultieme interactieve mediabeleving. Bij Beeld en Geluid waan je jezelf al gauw een ster. Alles draait om kijken, doen en beleven. Zo kun je bijvoorbeeld op de foto met tv-helden als postbode Siemen of onder leiding van een virtuele presentator meedoen aan de Retro Quiz Show. Popsterren in spe kunnen zich wagen aan een optreden in een heus top-op decor en nieuwsgierige haagjes mogen voor een echte camera het 8 uur journaal presenteren. Elke bezoeker krijgt een magische ring voorzien van een chip waarop zijn interactieve ontdekkingstocht wordt opgeslagen. Deze wordt aan het eind van de dag via de e-mail verstuurd, zodat de bezoeker thuis nog eens lekker na kan genieten. En dan schakelen we nu live over naar Aletta Asman van Beeld en, jawel, Geluid. Beeld en Geluid is een spectaculaire publieksattractie, waarin bezoekers een uniek kijkje achter de schermen van onder andere televisie krijgen. Door de toepassing van de nieuwste technologieën is het sterk interactief, maar de beleving voor de bezoeker blijft centraal staan. En daarbij kunnen ze genieten van de meest prachtige fragmenten uit ons audiovisuele archief. En voor de laatste genomineerden gaan we naar het Rotterdamse restaurant Iskaya. Hier kun je aan wel heel bijzondere tafels een hapje eten. De zogeheten touch tables. Het werkt als volgt. Na binnenkomst ligt de ober het menu toe. Niet de menukaart, maar het bedieningsmenu van de interactieve eettafel. Daarna heeft de gast het voor het zeggen. Zo kun je een eigen tafellaken uitkiezen en met één druk op de knop je eten en drinken bestellen. De barman krijgt de bestelling door en gaat direct de cocktails shaken. Via een webcam kun je live volgen hoe je eten in de keuken wordt bereid. Tussen de gangen door kunnen de gastronomen zich uitstekend vermaken met bijvoorbeeld een interactief spelletje zeeslag. Het bedienen van het digitale menu lijkt misschien moeilijk, maar is voor zowel jong als oud een eitje. Ik heb nog een crème brûlée. Ja, dag. Eindeloos zwaaien om af te mogen rekenen behoort bij Iskaya tot het verleden. Met één touch op de table kan de rekening en indien gewenst zelfs een taxi worden besteld. Volgens gastheer Jordi Kuit is zijn digitale restaurant het neusje van de zalm. Iskaya is nieuw en uniek in Nederland. Met onze touchtafels integreren wij digitale techniek in de restaurantbeleving voor de gast. Noem het restaurant 2.0. En we hebben nog heel veel wilde ideeën om veel meer tools toe te passen in de tafels. En daarom verdienen wij deze award. Nu u de genomineerden een beetje beter hebt leren kennen, gaan we in sneltreinvaart door naar het Spoorwegmuseum voor de bekendmaking van de winnaar van de VVV Rob de Bes Award 2011.